Welcome to the gameplay we have always been waiting for. Hallo en welkom bij een nieuwe gameplay van Nick Owens, oftewel Mr. Fantasnik. En vandaag hebben we een dubbel swarm voor jullie op het programma staan. Met als onderwerp mijn 200 subs. Ja, ik heb ze eindelijk. Ik heb er heel lang over moeten doen, echt een jaar of 4, 5 misschien wel. Maar eindelijk heb ik ze. Ik zat heel lang vast op de 100, richting de 170. En ook trouwens weer met de SMR Target Finder. Ik zat heel lang dus vast. En op het laatste moment zat ik heel lang vast op rond de 190. En eindelijk is die 200 er. Het komt door die Forza Horizon gameplay. Daar heb ik een paar nieuwe subs mee gekregen. En ik wilde dit toch echt als aankondiging van mijn 200 subs doen. Mijn dubbel swarm. Nou ja, natuurlijk met een van de wapens waar ik de beste killstreaks mee heb gehad. Met de SMR Target Finder. Toch een van de betere wapens. Ik ben een beetje bijna uit mijn, mijn swarms. Ik heb er nog één staan. En daarom moet ik even weer tryhard gaan gamen. Want ik haal ze gewoon niet meer. Ik speel dan ook Forza nu een beetje. Maar als ik ga, dan haal ik vaak niet eens V-set meer. En ik heb echt het idee dat het verschil is tussen voor target gaan, zodat je kan levelen. En voor die SMR levelen. Of gewoon er niet mee bezig zijn. Gewoon lekker gaan killen. En als ik nu speel, dan ga ik ervoor en dan haal ik hem vaak niet. Ik heb zelfs mijn swarm gewoon uitgezet nu. En gewoon counter voor die ingezet. Want anders heb ik eigenlijk vrij weinig aan. Het heeft net flink hard geonweerd hier ook. Er was een grote bang op een gegeven moment. En toen heb ik maar even mijn Xbox en alles uitgezet. Want dat was toch best wel heavy. Voor de rest, Forza Horizon gameplays komen er weer aan. Ik heb een heleboel opgenomen, een stuk of 5-6 gameplays nu. Die ga ik allemaal nog uploaden. Denk afwisselend met Call of Duty er tussendoor. Voor de rest heb ik weinig te melden. Alleen dat ik de Assault Rifles nu Diamond heb. En daarom ga ik ook wat slechter. De Diamond Assault Rifle gameplay zal ik ook een beetje gaan uploaden. Ik denk dat ik meestal de M8 A1 ga uploaden. Want dat is toch nog wel een beetje het wapen waar ik nog wel mee overweg kan. Voor de rest valt het echt hartstikke tegen allemaal. Hier op de spawn, jammer genoeg gekild. Ik was dichtbij, maar nog niet bij een swarm. Ik hou ervan om op uplink te spelen om A en B te hebben, zodat je eigenlijk naar boven kijkt. Maar mijn team die wil die spantrap hebben natuurlijk, dat snap ik wel. Maar ik heb liever gewoon B en A, want dan kun je naar boven. En boven zitten ze ook vaak wel vast en dan gaan ze vaak naar C toe om te cappen. Als we die getriple capped hebben. En dan kun je ze eigenlijk allemaal in één keer verslaan zonder dat ze je vaak zien als je een beetje van boven of achter komt. Dus dat is meer mijn favoriete plek om omheen te gaan. Een heleboel mensen zeggen, ja, je moet C en B hebben. Want dan hebben hun het lage gedeelte en dan kun je naar beneden kijken. Ja, dat is wel waar. Alleen, ja, ik vind dit fijner. Dat ze hier op diezelfde plek spannen allemaal. En dat ik ze op deze manier gewoon kan killen. Dat is veel makkelijker voor mij. Zal je ook aan het eind van de film zien. Zoals ik al vertelde, haal ik hier de Brutal Killer op een gegeven moment. En dan zal je ook zien dat ze in die spantrap staan. En dat het voor mij makkelijker is dan beneden. Want beneden komen ze vaak. Denk je dat ze alleen maar van links komen. Ze komen ook van rechts. En dat heb ik in een van de laatste weektages ook laten zien. Dat ik daar dan niet op let op de rechterkant. Maar dit was zonde. Hier had ik punten kunnen pakken. Maar ik liep per ongeluk door hier, de C4, double kill en dan pak ik er nog een. En nou spannen ze daar. Nou moet je goed opletten, nou komen ze alleen maar van links. En op een gegeven moment gaan ze ook van rechts komen en dat heb ik dan niet door. Gelukkig heb ik die target finder, dus kan ik een beetje sneller. Hier, kwam er alweer een van rechts. Ze blijven spannen en ik blijf ook gewoon schieten nu. Want ik heb nu die swarm, eindelijk. De eerste swarm heb ik gehaald. Nou ja, de ronde is bijna voorbij, dus ik bewaar hem. Ik heb ook nog een V-set, dus het moet helemaal goed komen. Span hier op C trouwens. Ah, ik heb geen C4 meer. Jammer. Dus had ik er twee gehad. Hier zit er nog een. Die pakt mijn teammaat af. En dan is het einde van de eerste ronde. We hebben triple cap. We staan iets van 30 punten voor op de enemy.
Oh, hier nog een kill. Hier wou ik nog even iemand wallbangen die aan het cappen was, maar dat kan niet omdat het de muren van staal zijn. Maar het gaat op zich best wel makkelijk. Ik heb een goede score. En ja, toch een van mijn betere gameplays met SMR. SMR, iedereen zegt ja, het is slecht wapen, niet gebruiken. Je moet gewoon tryhard met M8A1. Ja, weet je, dan haal ik het vaak niet. Die M8A1, op een gegeven moment is die leeg en dan moet je reloaden. En het probleem daarvan is dat ik hem vaak te snel leeg heb. Vaak te snel wil gebruiken. En dan heb ik bij twee poppetjes misschien al één merk al helemaal gebruikt. Dus dat gaat mij al veel te snel. Nou ja, ik heb de swarm ingeroepen. Al bam, triple kill gelijk al. Lekker. We gaan nog gewoon lekker door. Even C-cappen, want ik wil even die puntjes zodat ik dichter bij de vieshut kom. Swarm killt ze toch allemaal wel. Spannen nu op A. Dus dan ga ik daarheen. Ja, oeh, die is was van de swarm. Toch even die mensen daar binnen killen. Ja, het is toch een goede combo swarm en orbital vset. Orbital vset kun je zo zien als ze binnen zitten. Dan kun je die gauzes binnen killen. En dan kun je de mensen die buiten killen, worden dan gekillt door de swarm. Even tweede wapen oppakken voor als ik straks zonder zit. De SMR is op close range niet een van de beste wapens om hipfire te schieten. Hij is echt heel inaccuraat. Dus geen aanrader als je op close range maps speelt, eigenlijk als uplink, zou ik eigenlijk aanraden om meestal op de grotere gebieden te blijven. Dus hier ook gebruik ik gewoon die vector om snel die enemies te kunnen killen. Hier op long range kan ik beter de SMR gebruiken, maar de vector die ik heb opgepakt is sterk genoeg om die enemies te killen. Zitten nu op C. Mijn spot dus hier. Bam, C4. Doe ik altijd. Ik ren nooit in. Ik gebruik altijd eerst mijn C4 omdat de meeste flakjackers hebben. Heb ik ze al gedamaged zodat ik ze dan eerder weer kan killen. Nou, ze zitten nu weer op A, spannen weer op C. En dat gaat nu de hele tijd zo door. Dat ze aan de andere kant spannen. Nu spannen ze weer op A. Ik heb Relentless, dus ik moet nou een beetje oppassen. Toch weer twee kills. En hier mijn tweede swarm. Dubbel swarm in één killstreak. Swarm inroepen. En toch nog even iemand meepikken. En zo gaan we door naar C, want daar spannen ze nu. Eigenlijk was mijn tactiek om bij één span te blijven, maar ja, als je toch gestuurd wordt, kijk, hier spannen ze alweer bij A. Je wordt telkens gestuurd. Ja, je denkt van ik ga er naartoe, de swarms killen niet, want ze zullen wel binnen zitten. En zo loop je de hele tijd heen en weer. En dat heeft me eigenlijk mijn nuclear gekost. Omdat ik eigenlijk twijfelde over waar ik nou eigenlijk moest staan. Want als je in hun span blijft staan, dan spannen ze toch de hele tijd aan de andere kant. En dan killt de swarms, hè. En ja, ik wou eigenlijk gewoon zelf die kills, want ik zat heel erg dicht bij de nuclear. Maar nu zul ik zien dat ze in onze rug gaan spannen. Spannen nu al, terwijl ik op B loop. En nou, ik ga er maar op af, want de swarm is voorbij. Dus ze blijven hier spannen en mijn visa is ook voorbij. Precies op het moment dat ik mijn brutal haal. En nou spannen ze weer op A, dus dan kan ik weer naar de andere kant. Trouwens, de eerste keer dat ik brutal killer heb gehaald. Ja, mooie 200 subs video dus. En hier spannen ze in de laatste paar seconden. Haal ik nog een V-set om in te roepen. En mijn teammaat had hem ook al. Hier nog een paar kills. Hier heb ik de 27 of 28 killstreak gehaald. Ik geloof de 28. Ja, ik had een triple kill. Dus 28 killstreak gehaald. Bijna nuclear. Als de ronde langer had geduurd, dan had ik hem vast nog wel gehad. Of ik was dood gegaan. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Like, subscribe. En tot later, mensen.